Goedemorgen allemaal, welkom terug op het YouTube kanaal van Crypto Benelux. Mijn naam is Sjoerd van Dongen en ik heb vandaag weer een nieuwe Bitcoin koers update voor jullie. Nou, zoals gewoonlijk is deze video geen financieel advies, maar enkel bedoeld voor educatieve doeleindes. Daarnaast komt ook nog even het sponsorberichtje voorbij en dan zie ik jullie daarna direct terug voor de Bitcoin chart. This video is sponsored by Probit Global. Mocht je interesse hebben om op Probit te gaan traden, dan kan je probit.com bezoeken. En dan kom je hier op de homepage terecht. Ja, Probit is een top 20 exchange waarbij je meer dan 500 trading pairs kan traden. Nou, als eerste hebben we de chart van Bitcoin voor ons gepakt op de daggrafiek. Zoals altijd hebben we de belangrijke levels in het groen aangegeven en iets minder belangrijke levels in het oranje. Dan zou die 21.500, we zouden ook gewoon nog eventjes in het groen erbij moeten zetten, want die is nu ook wel belangrijk. Dat is de eerstvolgende plek waar wij naartoe kunnen gaan treden. Wat goed is om gelijk aan te geven op Bitcoin Chart, is dat we op dit moment een higher high hebben gemaakt. Dus we zijn de huidige structure zijn we aan het verlaten. Zo lijkt het in ieder geval. Dit was de laatste high. We hebben hier nu een nieuwe higher high neergezet. Hij is wel gelijk terug gaan testen op die 20.285. Dus die moeten we wel even in de gaten gaan houden. Want hij heeft die nou terug getest. En het lijkt in ieder geval, zoals we op de daggrafiek kunnen zien, dat hij dat level wel heeft gehouden. En dat we verder naar boven kunnen gaan. Op de RSI zien we ook steeds de kracht wat iets verder toenemen. Pools nemen controle over en we gaan ook richting poolzone. Dus het ziet eruit dat we wat sterker gaan worden. Al hebben we hier wel een kleine bearish diversion te pakken. Al zie je, die speelt hier al uit en heeft hier zijn reactie al gehad op die bearish diversion. Het is belangrijk in ieder geval dat wij op dit moment boven die 20.285 blijven. Als we hier onderdoor gaan, betekent dat we eigenlijk hier gewoon een breakout hebben gehad van het level hier op de daggrafiek van de 20.285 en dan zullen we ons naar verwachting weer helemaal terug gaan laten zakken richting die 18.860 18.460, die regio zeg maar, zullen we dan terug gaan zien. Dus dan moeten we deze even erbij houden. Dat zal dan de regio zijn die we gaan zien als wij die 20.285 niet bezig gaan houden. Op dit moment lijkt het erop dat hij hem wel gaat behouden. En moeten we dus gaan kijken naar de levels erboven. Nou, 20.800 is de eerste die we eigenlijk hier hebben behouden als een weerstand. En daarna komt de 21.500. Nou, even wat meer ingezoomd op de 4 uur grafiek. Om te kunnen laten zien wat er eigenlijk in deze regio gebeurt. Je ziet hier eigenlijk de onderkant van de range, dus de onderkant van je structure zat hier. Dat was een plek waar ik naar aan het kijken was, 20.080. Daar wilde ik eigenlijk zien of die kijken of die daar weer terug zou toe gaan treden om hier mogelijk een long entry te gaan pakken. Nou, hij is daar niet naar teruggetreden. Hij zit een beetje in het midden van de ranges die blijven hangen. En vervolgens lijkt hij eigenlijk wel heel sterk impulsief naar boven te gaan. Hij is hem boven de bear zone heeft hij weten te houden. Dus dat is wel heel positief. Normaal, als je ziet, die laatste tijd zakt hij wel een beetje in. Maar over het algemeen zit de 4 uur grafiek, de meeste beweging van de RSI zit boven de 50 grens. Dus dat is in mijn optiek wel bullish. We gaan hier ook wel weer de 12 EMA breken. Dus ik zie eigenlijk al een vervolg van deze uptrend zie ik wel zitten. Dus die higher high die wordt nu vervolgd door een higher low. Nou, de 4 uur grafiek zie je hem zelfs nog wel beter. Hier was onze higher high. Dit was onze low. Nou gaan we hier de volgende higher high maken. En eigenlijk hier maken we wel een higher low op de 4 uur. Dus je ziet hoe lager de timeframes, hoe meer en beter je al ziet dat de structure gebroken is. Op de weekgrafiek zitten we nog steeds in de lower highs en de lower lows. Daggrafiek gaan we de eerste higher high inzetten. Op 4 uur grafiek gaan we een higher high en higher low neerzetten. Dus dan willen we hier eigenlijk voor het vervolg weer een higher high zien. Die moet dan minimaal boven de 20.900 uitkomen ongeveer.
Dus dat is eigenlijk even hetgene wat we daarvoor in de gaten moeten houden, is die 20.900 moeten gaan breken. Bij voorkeur zie ik die break gaan in richting de volgende weerstand. En dat is de 21.500. Houd dat even aan, 21.500, 21.550 is een beetje het level wat we dan verwachten. Als hij dat gaat doen, moet hij dus de 20.800, iets hoger, 20.900 als support gaan behouden. Om wederom weer verder de weg naar boven te kunnen volgen. Dus dat is de belangrijke stappen die je in de gaten moet houden voor de uptrend. Het vervolg van de uptrend wordt in wel het, als we dus dit level niet weten te breken, dus die 20.900 weerstand blijft, misschien daar eens doorheen tik en terug gaan, dan gaan we weer naar de onderkant. En dan is het zaak om deze 20.080 goed in de gaten te gaan houden. Dus eigenlijk de range is nou waar je in treedt, waar we nu in zitten, is de 20.900 aan de bovenzijde en de 20.080 aan de onderzijde. Dat is op dit moment even voor vandaag, voor morgen, om in de gaten te gaan houden. We kunnen op de 1 uur grafiek nog iets interessants toevoegen aan wat we op 4 uur grafiek hebben gezien. Als je zo ziet dat we nu onder 2 pvr point of control treden. Dus daar vinden we sterke weerstand onder en dat is rond de 20.800. Je ziet hier ook dat hij daar de laatste keer een sterke reactie op heeft gehad met weerstand. Dus op de hele korte timeframe uurgrafiek is dus die 20.800 belangrijk dat we die weer gaan breken. Onderkant 20.285, die is hier als support gevangen. Houden, dat is even de range voor de uursgrafiek. En dan wil ik het weer gaan bijlaten voor de Bitcoin chart voor vandaag. Ik hoop dat jullie weer nuttige informatie uit deze video kunnen halen. Mochten jullie dan nog verbeterpunten hebben, laat het alsjeblieft weten. Ja, en zo als jullie een goede video hebben gevonden, laat alsjeblieft een likeje achter. Abonneer op het kanaal en zet een belletje aan. Dat zorgt allemaal weer dat wij weer wat sneller gevonden worden op YouTube. Allemaal weer bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende keer.